Dit is een grote toneelklas, een grote ruimte en daarom werken we er heel graag in. We doen hier ook kleine presentaties in deze ruimte. Voor de grote presentaties, de afrondingen op het einde van het schooljaar, gaan we buiten de school naar een theater in het Gentse. We zijn in de Witte Studio en hier wordt het vak toneel gegeven. In de lessen toneel werk je met bestaand tekstmateriaal, zoals monologen en dialogen, maar gaan we ook aan de slag met improvisatie en word je ook uitgedaagd om zelf scènes te maken. Er zijn verschillende mooie definities van dans. Maar ik denk dat William Forsythe was die ooit zei, het lichaam is een denkend instrument. Zelfs al beweeg je enkel je hand of misschien enkele vingers, het is een manier van denken. En als het lichaam een denkend instrument is, dan is deze grote danszaal voor de leerlingen de partituur. Dit is auditieruimte. Hier krijg je zang en koorzang. Hier kan je leren hoe je op een gezonde manier met je stem moet omgaan, hoe je correct kan ademen en zo een mooie warme klank kan maken. We zijn hier in de kleine toneelklas en hier gaan de lessen verbale vorming door. Als speler is het superbelangrijk om je goed verstaanbaar te maken op scène en om je stem op verschillende manieren te gebruiken. En daarom focussen we ons in deze lessen op articulatie, volume en expressief spreken.